Al onze resultaten van de laatste 10 jaar hebben wij allemaal te danken aan Jelena. Jelena was een fenomeen op ons kot. Dat is ongelooflijk wat dat die verder meegebracht heeft. Onze topresultaten van de laatste, laten we zeggen, 10 jaar hebben wij heel veel te danken aan Jelena. Jelena was in feite aan de dood zijn apart ook. Wat in principe, ja, wij hadden nooit geweten dat dat zoiets zou explodeerd hebben. Wij hadden in 2008 Rondeke Jongen dat er iemand gevraagd had uit de Wedenaars. Maar die man heeft er nooit om geweest. Die beloofde altijd maar die heeft zijn woord niet nagekomen dat fijn voor kort te maken. Die duifjes hebben wij in een foyer geplaatst en uitgelaten. Dus een foyer die we bijgemaakt hadden en er buiten gelaten en opgeleerd. En het toeval wil dat toevallig nu de Montali bijzet, ook de Monnaar en ook de Montauban. Dus moest dat niet geweest hebben door die man die zijn belofte niet nagekomen, wij zouden waarschijnlijk nooit geweten hebben dat Jelena zo'n topweekster zou geweest hebben. Want op dat moment zat zij op tweede naar schok. Dus ja, het verhaal kan soms raar lopen, hè. Dus in 2010 hebben wij natuurlijk onmiddellijk Jelena op de kweekhot geplaatst. Die heeft dan een race topnazaten gegeven en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ja, we hebben zoveel aan te danken, echt waar, meer kan ik er niet over zeggen. En ook ondertussen hebben wij zoveel goede referenties van, in het buitenland ook en bij ons in België, uit Jelena ook. Dus in 2010 hebben wij Jelena op het kweekhot geplaatst. Bijzonderlijk omdat wij gezien hebben dat de Monnaar ondertussen zoveel goede resultaten gemaakt heeft. Die maakte 13 internationaal in 2009. 2011 de eerste internationaal op Narbonne. Wij hadden de Montali die 2 maal top 12 nationaal vliegt op Montauban ook. De Montauban zelf die 3 maal de hele top vliegt op Montauban. Ik denk de 5e en de 11e nationaal, ook de 6e, 7e nationaal. Die was de eerste nationale asduif. Dus de Montauban was de beste duif volgens de PIPA-ranking over 3 jaar op Montauban. 2 maal tot 12 nationaal, een keer 76 nationaal ook. Een prima duif die ondertussen ook vader is van de 15e nationaal Barcelona. Wij hebben dus ook in 2014 de Anita gehad. Die ook een kleinkind was van Jelena. Dat was de eerste nationale asduif KBB in 2017, geloof ik. Ja. In 2019 hadden we de eerste en de 4e Olympiadeduif in Polen. 2 kleinkinderen Jelena ook. We hadden ook de Provinciaal Po, die dus 10e nationale asduif was en het jaar later de 3e nationale asduif was KBB. We hebben de Provinciaal Saint-Vincent. Een hele race om duiven met Jelena, die werkelijk topkwekers en topvliegers zijn. Dit jaar hebben we 4 of 5 duiven die top 5 nationaal vliegen. Ook de 7e nationale Po bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal verwante kinderen, kleinkinderen van Jelena en achterkleinkinderen van Jelena. Bij ons was dat werkelijk fenomenaal. We hebben besluit genomen voor nu vanaf 2020, laten we maar zeggen, 90 tot 95 tot 100% te focussen op de nakweek van Jelena. Dus ons kweekhot bestaat bijna niet anders meer dan Jelena, dus omdat we zoveel vertrouwen in die duifjes hebben. En die bewijzen trouwens genoeg hier. Wij hebben een sterk ingeteelde stam naar Jelena toe. We zijn op zoek gegaan enkele jaren terug voor toch iets bij te kruisen, want ja, als ze altijd maar inteelt tegen een inteelt plaatst, komt dat niet goed. Nu, dat is heel goed meegevallen. Wij zijn in contact gekomen met Hugo Batenburg. Wij hebben er heel goede resultaten mee gehad, wij zelf. Wij maken trouwens van het eerste jaar al de eerste nationale asduif zware vond met Diamond Anita. We hebben ook de 15e nationale Barcelona gehad met een samenkweek met Hugo. Hugo zelf die heeft ook de beste Europese asduif gehad met een samenkweek. Hij heeft ook onder andere Naline gehad, een topdevin ook, samen met Yvette. Genoemd naar mijn vrouw en naar mevrouw Rien. Wij hebben ook een verwijzing naar Marc Silbert, die speelt 3 duiven top 7 internationaal op Po dit jaar, met toch een heel deel Merlanduiven. Merland doet erin, en die duifjes ook. Trouwens, dat is de beste zware fondspeel, of een van de beste zware fondspelers toch, veronderstel ik van Engeland toch. En elk jaar bij zijn topduiven, nationale en internationale winnaars, zit ook ons bloed in gemengd. Dat is altijd leuk toch voor te horen.
De eerste prestigieuze vlucht is Barcelona. We zijn er ook heel verheugd dat Team De Jager de eerste internationaal winnaar van geworden is. De vader is een duif van ons ook, een Meirlandduif, dat ons geweldig veel plezier gedaan heeft ook. Het was een hele zware race trouwens. Ik denk dat de duiven geen 900 meters gedaan hebben. Een van de zwaarste Barcelona's in rood geweest hebben. Als meest recente referentie kunnen we Ad Fortuyn noemen, die de eerste internationaal wint 2019 van Saint-Vincent. Dat is een duif die hij bekomen heeft van Hugo Batenburg, die zowel als vaderszijde of als moederszijde 50% Meirlandbloed is ook.